Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids en hey Jolien, goedemorgen. Hi. Welkom weer hier bij Superkids. We gaan er een hartstikke leuke zondag van maken. Ik heb er weer zin in. Jij nog niet zo, volgens mij. Nee. Nee? Nee. Ja, ik zie ook, je hebt een behoorlijke lijst bij je. Ja. Moet je dat allemaal nog doen? Ja, het zijn allemaal dingen die ik nog moet doen. Planten water geven, fiets in de schuur zetten. Het zijn ook niet helemaal kleine klusjes. Nee. Auto wassen, boodschappen doen. Gaat nog zo lang duren ook. Ja, dat snap ik wel. Echt ja. Geen zin in. En het blijft maar doorgaan. En moet ik allemaal van mijn moeder doen. Oké. Dus ik ben een beetje bang als ik het niet afkrijg, dat ze dan boos op me wordt of dat ze het niet meer van me houdt. Oh. Ja. Maar Jolien, je weet toch dat we nu deze maand het hebben over Crowned, dat het thema is. Ja. En we hebben al geleerd dat God heel veel van ons houdt, je bent geliefd en dat je mooi bent gemaakt. Maar nu twijfel je dus of je goed genoeg bent als je deze lijst niet afkrijgt. Ja. Of je moeder nog wel van je houdt. Nou, dat weet ik zeker, dat ze nog steeds van je houdt. Ik denk wel dat ze hoopt dat je het allemaal voor elkaar krijgt. Maar ik denk niet dat je hoeft te twijfelen of je goed genoeg bent. Daar gaan we zo nog even wat meer over hebben. Dat lijkt me goed. Maar ik denk dat het ook goed is om je even een beetje op te vrolijken dat we eerst de challenge gaan doen. Goedemorgen! Nee, dat gaat niet passen. Dat gaan we zonder tafel doen. Oké. Kan iemand daar even vangen? Gooi ook met kaartjes. Ik maak allemaal foutjes. Gelukkig had God ook van me als ik een foutje maak. Nou, dat is ook mooi. Ja. Je ziet hem al, hè? Ja, nou. Pakjes verf. Ja. Wat moeten we daarmee gaan doen? Ja, daar hoort een hele mooie challenge bij. Wil jij mensen even voorlezen? Dan wordt alles duidelijk. Nou, oké. Omdat jullie wel van een beetje vies houden. Oh. Jullie houden wel van een beetje vies. Ja. Hebben we toch maar weer een vieze challenge voor jullie klaarstaan. Vandaag spelen jullie Twister, maar dan net even anders. Ja. Oh, dat is met Twister. Oh, nee. Heerlijk. Oh, de productiegast gaat zo meteen draaien. En dan moeten jullie zorgen dat je hand of voet op de juiste kleur staat. Degene die als eerste omvalt of zijn hand of voet van de kleur afhaalt, heeft verloren. Oh, daar word je zo vies van ook. Dus, linkerhand op rood wordt linkerhand in rood. In rood, ja. Okay, dus niet op rood, maar in rood, ja. Hebben we daar een beetje zin in? Het is echt natte verf, hè? Ja. Dat vroeg ik niet. Oh. Gaat echt overal zitten. Ja. Nou, zeker. Misschien een beetje. Ik zeg automatisch ja, maar ik weet nog niet. We gaan het doen. Ik denk het is natte verf. We hebben niet zoveel keuze. Ja. Ik ga hier even uit, dan kan jij er even in. Ja. En dan hebben we maximaal 3 minuten. Tenzij er iemand valt. Oh, ja. Oké. Dus als jij gewoon, dan zijn we klaar. Ja, nou, ik ga wel winnen. Je bent ook wel zo competitief. Ja, we gaan wel even wat winnen. Oké, hier we go. De eerste. Oké. Mm-hmm. Wat wordt het? Het wordt. Het linkervoet in geel. Oké. Ja, zet hem er maar in. Dit vond ik zo lekker. Het is ook heel glibberig. Ja. Nou, dan naar de volgende. Ja. Rechtervoet in rood. Maar dat is levensgevaarlijk, joh. Ja. Oh, je glijdt ook echt weg. Ja, daarom. Oké. Snel doorgaan. Gaat het goed? Ja. Pakken, joh. Blijf je nog staan? Ja. Linkerhand op groen. Oh, nee. Ik schuif hem een beetje naar mij toe. Ja. Oh, dat is niet je hele hand, Pieter. Ik ben toch bezig. Door. Ja. We gaan zo meteen eens even. Ja, mijn linkerhand staat er al. Nee, kijk! Ja. Rechterhand. Nee, dat is niet te doen. Rechtervoet op blauw. Zo. Oh. Oké. Okay. Ja, samen nog. Ja, hij staat nog. Kijk, hij staat nog. Maar jullie. Ja, ik ga helemaal weg. Zal ik opnieuw gaan staan? Gewoon? Nee. Hoe was het nou? Even kijken, Kursje. Ja, ik heb toch gewoon gewonnen? Nee. Ga even door. Nee, even door. Maar jij had ook je voet in de lucht. Dit mag 1 keer. Oké, here we go. We gaan naar de. Wat ook al doen, die vies. Rechterhand op geel. Ja, jij speelt van. Ja, maar nee, er is geen geel over. Mag ik dan hier? Gaan we nou serieus praten met de scheidsrechter? Ja? Ja, inderdaad. Nou, oké. Oké. Gelukkig. Ingewikkeld wel. Die hebben we al lang. Rechtervoet op groen. Op groen. Ja hoor, kijk. Weet je het zeker? Op. Ja hoor, staat hij echt op. Ja, joh, hoe moeten we dat nou weer doen dan? Doe jij het even eerst? Rechts. Ik ben altijd kwijt. Ja, nu jij nog. Nee, hoe dan? Iemand kan gimmen. Maar kijk eens even, ik sta met Pieter in 5, 4, 3,
2, til hem op. Ja! Zo. Hé, maar je knie, hè? Ja, je knie. Ik vind deze zo'n leuk spelletje dit. Zo'n leuk spelletje. Schiet op! Ja, linkerhand op geel. Daar staat hij al. Nee. Sorry. Nee. Oh. Ja, maar dan moet ik alles op geel. Linkerhand. Ja. Auw! Ben je... Je hebt nog 1 minuut, dus je kan nog terug. Ik ben toch gewoon gevallen. Volgens mij moest ik alles op geel. Ja, alles op... Ja. Oké. Ik ben het kwijt. Ja. Oh, die linker... Nee, maar... Neus op blauw. Neus. Ja, nee. Nee, oké, staat er niet. Nee, linkerhand op blauw. Oké. Oh, maar ik moet eigenlijk... Oké, we gaan het even spannend maken. Mm-hmm. Linkervoet en linkerhand op rood. In 3, 2, 1, nu! Wacht. Dat kan toch nooit met mij? Doe je het leger ook altijd. Met jouw rechterhand. Ja. Ja, dat was de tijd. En de winnaar is... De productieman. Ja. Lekker dit. We hebben niet eens gewonnen. Ja, eigenlijk had jij gewonnen wel. Oké. Dit is bijzonder. Zeker wel. Zit over kleurtjes. Ik denk dat ik... Dat wij ook weer dit eventjes gaan opruimen. Ja, schoonmaken. Gaan jullie even kijken naar het Bijbelverhaal, dan zijn we zo terug. Waarom gaat Jezus toch om met mensen die slechte dingen doen? Vroegen de godsdienstige leiders zich af. Daarom vertelde Jezus hen een verhaal over de liefde van God. Een man had 2 zonen. De jongste zoon vroeg zijn vader om het geld dat hij zou krijgen als zijn vader dood zou gaan. De vader was er erg verdrietig door, maar gaf zijn jongste zoon de helft van zijn bezit. De zoon verhuisde naar een ver land. Hij verspilde al het geld. Toen kwam er een hongersnood en moest hij de varkens voeren. Hij wilde het varkensvoer zelf wel opeten. De knechten van mijn vader hebben het beter voor elkaar, bedacht hij. Ik ga naar huis en geef toe dat ik gezondigd heb tegen hem en tegen God. Misschien kan ik dan 1 van zijn knechten worden. De zoon ging naar huis. Toen hij nog ver weg was, kwam zijn vader naar hem toe rennen en omhelsde hem. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn, zei hij tegen zijn vader. Geef mijn zoon de allermooiste mantel, zei de vader tegen zijn knechten. Doe een ring om zijn vinger, braad ons vetste kalf. Mijn zoon was verloren, maar nu is hij gevonden. De oudste zoon werd boos toen hij hoorde over het feest. Het is niet eerlijk, klaagde hij. Ik doe al het werk wat u van mij vraagt en ik krijg niets. Hij verspilt uw geld en krijgt een feest. Alles wat van mij is, is van jou, antwoordde de vader. Je broer was dood, maar nu leeft hij weer. Hij was verloren, nu is hij gevonden. Dus wat kunnen we anders doen dan feest vieren? Dat is best wel bizar, hè? Ja. Dat als je geld krijgt van je vader en als je dan weggaat en het allemaal uitgeeft, dat het dan, ja, dat het dan weg is. En als je dan terugkomt, dat je vader dan nog steeds van je houdt. Ja, ja, zo'n bizar verhaal eigenlijk. Dat die vader nog steeds zei van ik hou van je. En dat is eigenlijk precies wat God tegen ons zegt, ook in de Bijbel. Lees maar bijvoorbeeld in Jesaja 43. Daar staat dat God zegt, ik vind jou heel erg kostbaar. Kostbaar betekent waardevol en belangrijk. En zo kijkt God de Vader dus ook naar ons, zijn kinderen. Hij vindt ons belangrijk en mooi en waardevol. Eigenlijk zegt hij dus, je bent goed genoeg. Ja, maar wat is goed genoeg nou eigenlijk? Ja, goed genoeg, ja, dat betekent dat je niets tekort komt. God kijkt naar jou en hij ziet gewoon jou en hij vindt jou perfect. Je mist helemaal niks meer. Ja, soms kan het zijn dat je dingen doet die niet goed zijn. Net als die zoon hè, die dan al zijn vaders geld ging verspillen. Maar ja, dan nog als je dan terugkomt bij God, dan houdt hij zoveel van je. En dan gaat het daar helemaal niet meer over of je iets fout hebt gedaan. Hij vindt het dan niet leuk dat je bijvoorbeeld hebt gelogen of iemand hebt gepest. Maar bovenaan staat dat hij van je houdt. Precies zoals je bent. Ja, en wat moet ik doen dan als ik me niet helemaal goed genoeg voel? Ja, dat had jij net hè, met die lijst. Ja, precies. Dat je twijfelde van, ja, ben ik dan wel goed genoeg? Nou, dan, net als vorige week, heel belangrijk om Gods woorden te onthouden en ook te zeggen. Dat we het steeds meer horen. Want soms voel je het niet. Maar hoe meer je tegen jezelf zegt, nou, dan gaat je gevoel veranderen. En dan ga je het ook meer geloven. Mooi. Dus bijvoorbeeld in Jesaja 43. Daar staat dus, jij bent zo'n kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Dat zegt God. Als je dat blijft zeggen over jezelf. Ik ben kostbaar en in Gods ogen ben ik zo waardevol. Misschien klinkt dat dus gek, net als wat we vorige week oefenen met elkaar.
Maar uiteindelijk gaat dat steeds meer waarheid worden in je hoofd. Ja. Ja. Dus ook, het is gewoon goed om alles te herhalen. Dus ik ben goed genoeg en wij allemaal. Dus jullie zijn ook goed genoeg. Ja. En wat was die Bijbeltekst nou? Jesaja 43. En daar staat dus, jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Jij bent zo waardevol. Ja, dus echt, ze zijn heel belangrijk. Ja, ja. Nou, dat was hem alweer, Superkids. Tot de volgende keer. Doei.